GUP staat voor Guide to Unique Photography. En die guide, de G, die staat echt voor de gidsfunctie die we willen vervullen. We willen echt mensen bij de hand nemen en laten zien aan de hand van boekreviews, interviews, columns en vooral heel veel portfolio's wat er mogelijk is. En dat is allemaal tot één pakket gevormd en dat heet GUP. Nou, dat doen we nu 7 jaar, langer al. Bijna 8. Ja. We maken ook vooral een blaadje wat we zelf leuk vinden. Ja, we zijn onze eigen eikpersoon. Mijn passie voor fotografie komt niet zozeer uit fotografie. Ik ben gewoon visueel erg visueel ingesteld. En ja, ik hou gewoon van mooie dingen. Maar mijn passie ligt meer bij het maken van tijdschriften. Als tekstschrijver, als beeldredacteur, als hoofdredacteur, als eindredacteur. We zijn onderweg naar de drukker. Als het goed is, ligt het nieuwe nummer nu op de pers. We werken met deze drukker omdat het een kwaliteitsdrukker is. Het is geen prijsknaller, het is een familiebedrijf. De filosofie achter drukwerk sluit heel nauw aan bij wat bij onze wensen. En nu zijn we met de cover bezig. Het meest belangrijke beeld, want daar koop je een blad op. Of daar pak je hem. Als iemand hem pakt, dan ben je al halverwege. Dan heb je hem voor de helft al verkocht. Dus bij GUP hebben we ook een coverbeleid zonder tekst. Dus we hebben alleen een logo en een beeld. We zijn al niet groot, het is aangepast aan 5. Dat betekent dat we echt moeten opvallen in het schap. Cover is essentieel. Ik vind eigenlijk een goede foto moet pijn doen. Ik vind dat wij als GUP die functie moeten hebben. Denk, wat heb je nou van cover gemaakt? Weet je? Ja. Dat vind ik spannend. Wow. Ik had een online gallery, ik begon een vaste gallery en daar wilde ik in adverteren. Of ik wilde mee adverteren en ik kon niks vinden. Nou, en vervolgens ben ik daar een plan op gaan schrijven van stel dat ik een mooie gids maak waar die gallery gewoon in staat, dan ben ik gelijk onderdeel van de bestaande fotografie-events en venues. Nou, toen kwam ik dus Peter Bas tegen en die zei, ja, ik heb ook een plan geschreven op ook zoiets. Waar hij heel erg op beeldredactie zat, zat ik veel meer op vorm en hoe komen we de markt in. We misten wel echt een tijdschrift dat niet alleen maar over techniek ging. Er zijn hartstikke veel bladen die gaan over de technische zijde van fotografie, camera's, etc. Maar inspiratie, daar zijn er 2 van in Nederland naast ons. En de ene is heel erg intellectueel, museaal en duur ook. Niet echt bladen waar je, als je niet zoveel met fotografie hebt, dat je die snel gaat kopen. We begonnen natuurlijk echt met z'n drietjes. En er was gewoon verder niemand bij. Op zolder. Ja. In de weekenden, in de avonturen, in de vrije maar alle drie dus een andere baan. Deze en deze. Dit, kijk, nummer 1. Ah, weemoed. Ja. Ja. Geweldig. Is toch super lachen. My name is Francisco Reina and I'm from Spain and we are at the gallery van Kokis Nui. I had the opportunity to exhibit my work here because she saw my work in New Dutch Photography Talent. That is the initiative from GUP magazine. Vorig jaar hebben we voor het eerst een nieuw boek uitgegeven. New Dutch Photography Talent heet het. Het is een boek 420 pagina's met 100 fotografen, jonge opkomende talenten werkzaam in Nederland. En het boek wordt wereldwijd verspreid, net als GUP eigenlijk. Dat is ons eerste boek dat we deden en dat is een heel groot succes. Dus we zijn nu bezig met het boek voor 2013. Ik wilde aan Peter ook een cadeau geven, omdat het is ook zijn verjaardag. En ook voor wat hij voor mij heeft gedaan. En dat is een print van een van mijn werk. Dankjewel. Ik weet wat erin zit, dus ja. Ik maak hem thuis ook. Hey. Dankjewel. Het was natuurlijk in het begin echt houtje touwtje. Maar goed, toen kwam het blad klaar en toen werden die dozen afgeleverd. En shit, het is er. We hebben hem. Ja. En nu... Oh ja, het is misschien wel handig dat hij bij een boekhandel ligt. Dus dat betekende 2 Dat betekende met de bakfiets langs de boekwinkeltjes. Conciliatieformuliertjes maken. Zeg, nou, we hebben een nieuw magazine. Ja. Wilt u er misschien 5 neerleggen? Ja. Nou, oké, dat wil wel. En dan de volgende 2 maanden. Wil je er niet 10 nemen nu? Ja, ik geloof dat onze eerste oplage was 2000 exemplaren. We hebben in het begin zelfs zitten vechten van 2000 nummers. Dat raken we nooit kwijt, weet je wel. En nu doen we bijna 10-voudige. En ik wil niet zeggen dat ze allemaal altijd opraken, maar dat loopt hartstikke goed. Ja.
Ik ben Danielle van Ark, fotograaf / kunstenaar. Deze expositie is Foam in Valloon. Dit is de derde keer dat Foam hier een expositie houdt in het museum. En ik ben hier eigenlijk carte blanche ingegaan. Ik mocht hier doen wat ik wilde. Ik heb 2 keer in Gup gestaan. 1 keer met de paparazzi-serie en 1 keer hebben ze ook een muzieknummer gemaakt. En daarin heeft de serie After the Lights Go Out ingestaan, een aantal beelden daarvan. Achter mij hangen daar 2 foto's van. Dat zijn portretten van muzikanten direct na een optreden. Als ze van het podium afkomen, gaan ze gelijk in een stoel zitten en dan fotografeer ik ze. Even over het algemeen, er wordt niemand betaald. Dus fotografen krijgen er geen geld voor. Ik bedoel, we bieden een waanzinnig platform, maar als we dat gaan doen, dan is het einde verhaal. Wij zijn er gewoon van overtuigd, als je een goede printpublicatie maakt in een niche die daarvoor openstaat en je weet die niche goed te bedienen, dan is er heel veel mogelijk. Een doel is ook om bewaarexemplaren te maken. Het is niet een blaadje dat je na een paar keer lezen in de gripbak legt. En tuurlijk, digitaal, dat hoort er gewoon bij. Je zou naïef zijn als je dat wegdenkt, als je dat er niet bij betrekt. Die twee moeten elkaar ook aanvullen. Mm-hmm. Hè? Dus je hebt het tijdschrift in je handen en dan moet ik online nog verder de diepte in kunnen gaan. Ja. Wij willen geen ellenlange interviews bijvoorbeeld publiceren in Gup Magazine. Maar die kan je wel online zetten. En ja, social media is voor ons, we hebben een marketingbudget van praktisch nul. Maar een medium als Facebook is voor ons echt een uitkomst. We zijn nu in onze nieuwe galerie. Die is sinds september geopend, midden in Amsterdam. We zijn hem aan het omturnen naar een shop, een galerie shop, waarbij we camera's verkopen, lenzen, maar heel veel boeken ook. Onze eigen boeken, Gup natuurlijk. En waar een galerie over het algemeen voor bedoeld is, het verkopen van kunst, in ons geval fotografie kunst. Kwalitatief hoog niveau, wat we eigenlijk ook in Gup doen, maar bereikbaar voor een groter publiek. Vanavond lanceren we hier in de galerie het Celebration Issue. Dat is ons laatste nummer, nummer 35. In de ideale wereld zien we Gup over 10 jaar. Ik denk dat het dan niet alleen maar meer Gup tijdschrift is. Meer een platform. Nog meer een platform. Meer naar een merk gedacht als platform. En ik wil graag gewoon dat iemand tegen me zegt, jullie zijn de grootste in de wereld. Dat lijkt me zo heerlijk. Met zo'n klein blaadje.